De Bijbel, het levende woord van God. Als christen is het zo belangrijk om de Bijbel te openen en te lezen. In Nederland hebben we het voorrecht om op elke gewenste plek en op elk willekeurig moment Gods woord te openen. En ons geestelijk te voeden, zoals we dat zo vaak mooi noemen. Maak daar dankbaar gebruik van. Dat is niet alleen belangrijk voor ons, maar natuurlijk ook voor onze vervolgde broers en zussen. Daarom ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk onder meer door het geven van discipelschapstrainingen. Min Yang uit Myanmar, een van onze lokale werkers, is dankbaar te zien dat de christenen het woord van God meer en meer gaan begrijpen door de trainingen. Ze leren omgaan met moeilijkheden en met vijandigheden. Door de training worden ze voorbereid om, ondanks toenemende vervolging, in de toekomst goede christenen te zijn. Laten we vandaag danken voor de discipelschapstrainingen in Myanmar. En ook bidden dat deze projecten vrucht mogen dragen voor Gods Koninkrijk. Bid je mee?